Dag 6 van Ekadeli met de moeder aller krakers. Frankrijk tegen Duitsland. We gaan beginnen! Door elkaar. 15 juni 2021, dag 6 van de Ekadeli. We zijn er gewoon weer. Met naast mij het grootste voetbaltalent, maar niet op voetvolleygebied van Nederland, Milan van Dongen. Dag Milan. Goedenavond. En tegenover mij twee hele knappe mannen. Jean-Paul Rison, het geweten van Frankrijk. En Simon Tjommer, het geweten van Duitsland. Jullie zitten nu nog gebroedelijk naast elkaar. Ja, maar wij zijn hele goede vrienden, dus luistert ook. Ook straks tijdens de wedstrijd? Ja, maar kijk, als Duitsland wint, maakt het er nog niet uit. Want? Ja, dan blijf ik altijd vriendelijk. En als Duitsland verliest? Dan blijf ik ook vriendelijk. Okay. Gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ik denk wel de topwedstrijd tot nu toe op dit EK. Frankrijk-Duitsland, de 9-uur wedstrijd. Wat is het hoogtepunt voor jou tot nu toe? De twee... Oh, het hele EK. Van je leven? Nee, ja, dat mag ook. Nou, ik vond eigenlijk die twee goals van Ronaldo net wel. Als ik dat toch iets recent... Ja, Nederland-Oekraïne is de standaard. Jij was een van die geluksvogels, hè? Ja, ik was wel een van de geluksvogels. Ja, mijn vader was ook in het stadion en die zei, ik ben vaak naar wedstrijden geweest, maar hij zei, dit is zo raar, het begin van de EK en met publiek. Hij zei, dit was een fantastisch, en die wedstrijd was natuurlijk fantastisch. Ja. Het was zo'n mooie sfeer. Nee, het was echt fantastisch. Ja. Kijk, ik ben wel vaker in het stadion geweest. Alleen nu na zo'n lange tijd geen vol stadion, en het was niet vol, maar ze voelden het wel. Ja. Het hebben meegemaakt, het voelde een beetje als bevrijdingsdag. Ook omdat je... Zo. Nou ja, ik zat met mijn gevaccineerde vader, weet je, die heeft ook een rot tijd gehad. Ik mocht hem nooit knuffelen. Oh, en nu kwamen mensen op de foto die wilden een hand geven. Nou, dat mag dan gewoon. Hoef ik me geen zorgen over te maken. Ja, dat is wel mooi, ja. En je voelde ook aan de sfeer in het stadion dat iedereen dacht... Oh, wat fijn dat dit weer kan. Wat en ja, ik had er wel een licht emotioneel gevoel bij. Oh, nou, dat vind ik wel een mooi hoogtepuntje. Ook zulke emoties aan de overkant qua hoogtepunten? Nou, ik was uitgeloot voor Nederland-Oekraïne. Dus ik zat gewoon thuis te bank. Je had een iets minder emotioneel gevoel. Ja, nee, dat vond ik wel heel leuk. En ja, het is natuurlijk helemaal overschaduwd door het verschrikkelijke met Eriksen. Maar ik had dat van de week ook al een beetje, hoe Denemarken-Finland begon. Ook heel veel supporters. Vond ik echt leuk om naar te kijken. En ja, later hadden we het natuurlijk helemaal niet meer daarover. Maar toen kwam ik wel echt in toernooistemming eigenlijk. Wat ik met Italië-Turkije nog een beetje miste. Ja. Jouw hoogtepunt tot nu toe? De goal van Schick. Sorry? De goal van Patrick Schick. Ja. En waarom? Wat vond je daar precies het mooiste aan? Nou ja, nummer 1 vind ik dat hij een eeuwig talent is. Iedereen wacht altijd op de echte doorbraak van hem. Ja. Nu ook weer twijfels. Ook met zijn transfer weer naar Leverkusen. En dan nu weer in de nationale ploeg. En dan zo'n overzicht en goal maken uit zo'n situatie met zijn link. Ja, ik vind het geweldig. En ik hoop eigenlijk dat het talent een keer echt eruit komt. En dat er die wereldspeler wordt die iedereen verwacht. Ja. Zullen de clubs zo simpel zijn die nu denken, oh, heeft hij twee goals erin geschoten. We gaan eens kijken of we hem kunnen weghalen. Nee, ze hebben echt twijfels bij hem. En daar heeft hij zelf voor gezorgd. Ook bij Roma, hoe hij gespeeld heeft. Maar ik vind het wel leuk als zo'n speler dan... Ik hou van deze goals die echt met overzicht gemaakt worden. Heb jij hem ooit zo gemaakt? Ja. Tegen? Schalke. Oké, laten we er even naar kijken. Is de enige reden waarom Schalke mij gehaald heeft, volgens mij. Wat, met wie dan? Met Twente? Nee, we speelden met Twente. Nee, het is eigenlijk helemaal geen geintje. We speelden met Twente een oefenwedstrijd tegen Schalke. Ja. Tegen de wissels. En de bal lag op de middenlijn. En ik schoot hem. Waarom weet ik nog steeds niet. Maar het is echt de reden waarom Schalke mij is gaan volgen. Maar dit is precies wat je vraagt, toch? Dat clubs zo dan kijken naar die goal en die denken... Zijn ze mij gaan volgen, anders hadden ze nooit naar mij gekeken. Okay. En toen vonden ze misschien wel een paar dingen leuk... die ze dan later niet meer leuk vonden. Achteraf dachten ze, had het maar nooit gedaan. Nee. Nou, toen dachten ze eigenlijk, schieten kan hij wel, maar de rest kan hij niet. Maar de goal... Kan je zo'n goal maken als je geen goede voetballer bent? Ja. Ja? Ja, moet ik nou nee zeggen? Nee, maar ik bedoel, ik heb het niet over jou. Nee, ja. Maar je kijkt hem wel aan. Nee, het is echt zo. Omdat hij de enige is die er echt verstand van heeft. Nee, het is echt zo dat zo'n goal kan je ook maken als je geen hele goede voetballer bent. Oké. Dat is een bepaalde overzicht, een bepaalde schotkracht.
kijk, er zijn ook spelers op de wereld die echt alleen kunnen schieten. En misschien toevallig omhoog hebben gekeken. Maar er staat wel een mooie curve in ook, hè? Daarom. Inderdaad, je ziet wel eens een keeper die ook scoort. Kunstgras of zo, dat hij net valt. Maar wat het mooie was, hij zag het en de uitvoering was top. Dat is het hoogtepunt van Simon. Zit jouw hoogtepunt er nou niet tussen? Ga dan naar easytoys.nl. Daar vind je altijd een hoogtepunt. Leuk brug. Goed, hè? Ja, het is de eerste twee keer dat ik dit deed, dachten mensen... Dit is niet waar. Jawel, ze staan er gewoon. Hè? Ja, ja, ja. En mensen vragen of ik korting kan regelen. Dat kan ik niet. Maar als je gewoon een berichtje stuurt en je wil korting regelen, dan fixen we dat ook voor jou. Frank de Bruin ook niet, want die zit daar wel heel erg. Nee, ja, Frank de Bruin is de eerste die in de liveshow gewoon hierin is gaan zitten. Ben je jaloers? Ja? Dat Jab Jum dicht was. Ja, wil je ruilen? Nee, straks. Straks, oké. Okay. Nou ja, Frankie de Bruin heeft het verdiend. Hard gewerkt vandaag. Eventjes oogjes dicht gedaan op de redactie. En dan nu even genieten met een biertje in de jacuzzi. Even kort over Oranje. Het is nog 2 dagen tegen Oostenrijk. Maar Oostenrijk is veel aan de hand. Wil ik het zo even met jou over hebben. Het is jouw vriend waar het over gaat, Arnautovic. Maar bij Oranje is het relatief rustig. Dus, ja, er is eigenlijk helemaal niks te melden. Behalve de Willy van Wijnaldum, waar hij mee aankwam op de training. Nee, het is simpel hè, hoe dat wel werkt. Als je wint, dan, en als het 2-2 was gebleven, hadden we weer allemaal discussies over allerlei speelstijlen gehad. Ja. Moeten wij daar als journalistiek nog iets van vinden? Dat we daar iets minder optimistisch mee moeten omgaan? Dat we nu ook wel de discussie moeten voeren van waarom gaan er ook dingen niet goed en zo? Ik zit me dat wel eens af te vragen. Nou, wat ik, moet je wel, ja. Je moet juist, als het goed gaat, nog steeds achtervragen, is dat het optimaal precies. Of is niet? Nu ook tegen Oostenrijk. Ja. Wat moet je dan wel handhaven? Ik denk dat je een goede trainer bent als je ondanks succes of nederlaag kan toepassen wat noodzakelijk is. Maar er is er ook iets van een soort realisme dat je naar dit Nederlands elftal kijkt en dat je zegt van nou, dit is niet het Nederlands elftal van 98 of van 88. Dat dit ook gewoon wel een beetje normaal is dat je niet met 4-0 over dit Oekraïne heen loopt? Ja, vind ik wel. Ik had ook niet meer verwacht dan dit. Nee, precies. Je kan wel overdreven kritisch gaan noemen van een schande. Maar het is misschien ook een beetje wat je op voorhand verwacht. Ja. Nou, het mooie is dat ik totaal niet mee eens ben wat je nou zegt. Want ik vind dat behalve de kwartier die wij onoplettend waren... in mijn ogen ook waar de ruimtes te groot waren... eigenlijk heel stabiel in de wedstrijd zaten. Maar Simon, mag ik je dan even iets vragen? Ja. Het wisselmoment. Frank de Boer gaf het zelf aan. Van Aanholt en Blind gingen eruit. Sitchenko ging anders spelen. Hij gaf het zelf aan. Daar hadden we moeite mee. Toont dat niet aan hoe kwetsbaar Oranje is? Dat ze het op in het veld niet kunnen organiseren. Dat als de tegenstander iets anders gaat doen. En vanaf de zijkant niet kunnen organiseren. Nou ja, dat is dus de vraag. Is de vraag dus dat bijvoorbeeld... We hadden het hier direct bij de goal van dat ik... ik zat toevallig met Christian naast hier. Ja. En ik zei, waar is Mate? Want dat is juist de situatie waarvan Mate er al op het veld staat. Om voor de driemans verdediging de ruimte vlak daarvoor af te dekken. Dus die werd door Sinchenko naar onze rechterkant. Mate de Roon heb je het over. Mate de Roon, ja. En als hij dus, nam dus over van Frenkie, dus wie heeft de indeling gedaan? Als Mate de Roon, denk ik in mijn ogen nog steeds, echt als 6 controleur, deze ruimtes had bewerkt, letterlijk. Ja. Dan denk ik dat de goal veel moeilijker was gevallen. Dus de vraag is nu, waardoor is het ontstaan? Hebben we ons wel goed aangepast in de situatie? Maar dat neemt niet weg dat wij, behalve in deze 15 minuten, de rest van de, in mijn ogen, de rest van de wedstrijd, dusdanig dominant waren. Behalve in het begin waren er nog 1-2 kansjes waar je nog wel even schimmig vond. Ja. Maar ik vond ons zeer stabiel spelen. Is het, defensief. Is het niet ontstaan omdat de ruimtes omdat ze te veel moesten rennen? Als Frenkie de Jong kramp krijgt. Hij zegt, ik heb nog nooit kramp gehad. Ik vond het een beetje gek. Ik zit bij de NOS in de Frenkie meter in de vlog. Hè? En hij zegt, ik ben fit. Hè? En die meter loopt maar door met minuten. Hij zegt, maakt niet uit, ik ben fit. 70ste minuut. Ja. 80ste minuut. Maar dat toont toch aan dat de ruimtes veel, niet alleen dat ene kwartier, maar ook, ook de rest van de eerste helft. Het begon toch eigenlijk al bij minuut 1. Ja. Ze waren al 3 keer in de eerste 4 minuten bij elkaar in de 16 opgedoken. Ja, dat zeg ik. Dat was, in het begin hadden we ook nog even die fase dat het wat schimmig was. En daarna vond ik ons vrij stabiel. En ik, ja, je hebt gelijk, daar werd veel gelopen. En dat hadden we ook al eerder besproken. Ik denk dat we alle teams, vooral natuurlijk de Engelsen die meer wedstrijden speelt dan de rest. Maar ik denk dat heel veel teams problemen zullen krijgen met de conditie dit toernooi. Want over conditie? De belasting is van de spelers dit jaar was... Krankzinnig. Over conditie gesproken, er wordt een vraag gesteld door Marcos. Die zegt, donderdag wordt het heel erg heet. Heeft dit veel invloed op de wedstrijd? Nou, volgens mij is dat antwoord daar ja. Ik zag al dat Johan Cruijff Arena het dak ook dicht kan doen. En dat die wedstrijd gewoon doorgaat. Maar wie kan er beter tegen? Jij als ervaringsdeskundige. Nederland of Oostenrijk, sorry. Maar Niel, jij hebt toch ook in Oostenrijk gevoetbald? Ja, maar ik heb niet op dat niveau gespeeld. Okay. Is dit dan een vraag? Ja, Marco stelt dat. Jij spreekt ook Duits. Ja. Waar het om gaat is dat normaal gesproken... als je kijkt naar de spelers die er spelen... moet je even naar de belasting kijken. Ja. Kijk, Oostenrijkers kunnen heel goed lopen. Volgens mij spelen 70% van de Oostenrijkers... die spelen in de Bundesliga. Ja. Nou, dat zegt al genoeg. Eigenlijk is wel een goede vraag.
zit ik te bedenken. Ja, want die zijn dus misschien minder, een stuk fitter inderdaad. Heeft minder te maken met of de Oostenrijkers of Nederlanders zijn, maar meer waar ze spelen. Exact, ja. Hebben wij natuurlijk met Wijnaldum ook een speler die Engeland gewend is. Maarten Droon, die in een waanzinnig tempo moet spelen. Omdat hij bij Atalanta speelt. Alleen Frenkie is natuurlijk balbezit voetballen. Nou, dat is nu iets minder dan. Maar ik denk dat we nu tegen Oostenrijk op dit moment, dat Oostenrijk respect heeft gekregen, dat we wel meer balbezit zouden hebben weer. Ja. Denk je dat trouwens Arnautovic van de partij is donderdag? Ja, dat denk ik wel. Nee, moest er even over nadenken. Ja, nee, want inderdaad, je zegt, het is geen vriend van mij. Maar ik weet wel hoe Marco is opgegroeid. En waar hij vandaan komt. En dan lijkt het me heel sterk dat je een racist kan zijn. Dan kan het wel zijn dat je hele verkeerde uitspraken hebt gedaan op het veld in emotie. En dat schijnt ook zo te zijn. Maar ik kan me echt niet voorstellen dat er enig racisme in hem zit. Nee, hij heeft het zelf gezegd. Ik ben geen racist en zal het ook nooit zijn. Hij schijnt dus op dat moment... het ligt natuurlijk heel gevoelig in die contraien over de afkomst van mensen. Want je kan voor Oostenrijk uitkomen en je roots kunnen heel ergens anders liggen. Hetzelfde met Noord-Macedonië. Hij schijnt wat dingen geroepen te hebben. Ik vond het al behoorlijk opvallend wat Alaba deed. Ik heb het nog nooit gezien dat een teamgenoot iemand bij zijn mond pakt en die mond probeert dicht te knijpen. Dat had meer daarmee te maken dat hij op de bank begon, denk ik. En nee, maar dat Alaba... Je stond het vermoedelijk ook niet. Nee, maar dat had daarmee te maken, want hij wist hoe hij zou reageren nu... Na de bondscoach toe en alles, dat hij op de bank moest beginnen. En hij maakte dan de goal. En dat was meer, denk ik, een teken van... sorry dat ik het nu zeg, maar backhouden en doorvoetballen. Ja. En gewoon ieder wedstrijd laten zien. En dan gaat Tony luisteren? Nee. Dat zeg jij. Ja, daar heb ik ook aardig wat informatie over gewonnen van andere spelers die met hem gespeeld hebben. Wordt lastig. Ja. Want hij, het ging om zijn tegenstander Alioski, volgens mij. Ja, we hebben het in 2018 ook gehad met Zwitserland-Servië. Ja, met het juichen en zo, toch? Ja, dat is gewoon... Maar hebben ze alleen een boete gekregen, toch? Want ze hebben wel het toernooi door mogen spelen. Ja, ja. Volgens mij wel, ja. Alleen, ja, dat lichtgevoelig daar zal waarschijnlijk ook nog wel 100 jaren zo blijven. Ja. En ik denk dat je... Kijk, dit staat dan nu op camera, maar hij zal ook genoeg te verduren hebben gehad. Misschien van de andere kant, weet je? Dat weet je niet, maar misschien inderdaad een boete. Maar ik zou het wel heel vervelend vinden als hij hierdoor die wedstrijd zou missen. Dat zou ik een beetje overdreven vinden misschien ook wel. Dat ben jij niet mee eens, denk ik. Jawel, oh. Jawel, want nogmaals, de discussie is... Kijk, wij kunnen het daar heel vaak over hebben. Maar het gaat uiteindelijk toch om wat zijn echt je bedoelingen... en met welke intentie zeg je iets. En, Nou, ben ik niet mee eens. Welke bedoelingen en uiteindelijk... Gaat er ook om het leed dat je bij anderen kan veroorzaken. Als ik tegen Milan nu iets heel kwetsend zeg... en ik heb niet de intentie om hem te kwetsen... maar het komt bij hem heel kwetsend binnen. Of dat is nou eigenlijk de hele racisme discussie. Dat wij denken, of wij, mensen denken... met Zwarte Piet kwets ik je niet. Maar mensen ervaren dat als heel kwetsend. Dat klopt. Heb ik verkeerd weggelegd. Ja, maar ik denk dat je dat bedoelt. Alleen... Nogmaals, ik kan me niet voorstellen dat Marco een racist is, want ik weet hoe hij opgegroeid is. Dat heb jij ook gezegd, ja. Misschien niet een racist in de letter van het woord, maar er zitten natuurlijk, ja, op de Balkan zitten heel veel emotie tussen de verschillende voormalige Joegoslavische landen. Ben je dan een racist als je elkaar haat? Ja, er zit natuurlijk ook gewoon heel veel zaken uit het verleden die onopgelost zijn. Dus ja, kijk, je moet daar misschien boven staan, maar in bepaalde gevallen, als je hoort wat bepaalde jongens hebben meegemaakt. Ja. Is een haat stukje woede en... Ah, de één ding is zeker, er zat heel veel emotie. Ja, dat is een statement van jou. Over emotie gesproken, ik zag ook heel veel emotie bij jou van de week, bij de boot in. Ja. Al die mensen die hier langskomen, Simon Tjommer, misschien wel de beste trap, nou, top 10 beste trap afgelopen 15 jaar. Nou, kijk, je staat inmiddels op plek. Nou, je staat op een keurig derde plek in het klassement, dus dat doe je op zich niet heel slecht. Maar ik wil het nog even met jou over hebben, waar ging het mis? Ja, wel goede intenties. Ja. En ik zag vanmiddag nog bij ESPN, bij Utrecht, zag ik nog oude beelden van jou. Dacht ik, goh, wat kan die voetbal, hè, die Tjommer. Ja. Ja, wat ging het mis? Zat je weer lekker 10 jaar terug te kijken? Ik denk wel echt heerlijk programma trouwens. Ja, ik zag Kees Kwakman 2 keer scoren voor NAC. Ja, dat briljant. Ja, maar jij moest het van je trap hebben. Ja. Dus ja, dat is ook voorbij. Goed, het is heel ongemakkelijk. Laten we even kijken naar een nieuw deelnemer. Danny Vroger was aan de beurt bij Jaron. Danny, de boot in? Heb je er vertrouwen in? Weinig. Op basis waarvan heb jij weinig vertrouwen? Omdat ik net de concurrent heb gezien, die schiet alles erin. Dus ik ga voor een stuk minder. Je hebt straks 3 opties, 10, 20 en 30 meter, 10, 20 en 30 punten. Laatst heb je een verdubbelaar. Waar gaan we voor? We gaan voor de 20 meters. 20 meters? Ja. Daar beginnen we mee? Ja, daar beginnen we mee. Dat zien we altijd nog wel, of naar voren of naar achter. Je
een flexibel persoon, hoor ik alweer. Ik ben een heel flexibel persoon. Ja, dat zit in je persoonlijkheid ook. Dat zit in mijn persoonlijkheid. Ja. Oh! Had je nou... Zie je? Kijk, dat bedoel ik dus. Ze moest op die 20 zitten. Dat had hij erin gelegen. Waar gaan we nu heen, Danny? Ja. Naar de kloten? Nee, ik heb geen idee. 10, 20 of 30? Ja, maar dit is wel heel dichtbij. Nee, ja, liever wel. Ja, dan doen we dat. 20. Die pedal, als jullie... Ja? Hey, dit is... Bij die ene staan ze met die pedal staan ze helemaal te zwaaien te doen. En hier blijft die onder. Voel je je genaaid? Nou, nogal. Bestolen? Nou, nogal. Dit is krankzinnig. Var. Var. Ja, maar... Heet dat hier var of var? Var. Ik heb net gehoord dat je van de 0 af bent. Je hebt 10 punten voor de vagram. Nou, dankjewel. Een beetje poedelprijs is dat eigenlijk, hè? Je kan er geen kloten van, maar je was best wel grappig. 10, 20 of 30? Nee, 20 gewoon. Maar. Blijf maar gewoon daar. Het duurt zo lang met die gasten voordat ze op positie zitten. Ja! Eerste reactie? Armoe. Waar ging het fout? Pure armoede. Dit ligt gewoon aan mezelf. Ik kan niemand anders hierin verwijten. Wat een kut. Nee. Ja. Je gaat met huis met 0 punten. Wel een hele leuke grap. 10 punten toch, voor de grap? Nou, ronden we af naar beneden, 5 punten. Dat vind ik ook goed. Dan ben ik in ieder geval van die 0 af. Ja, en zo gaat het ook bij FC Afkikken. Wacht even. Hij heeft de boon niet geraakt. Ga je nou... Jij ook niet? Nee, maar hij heeft 5 punten en ja, ik hij ook. Had een goede woordgrap. Ja, moeten we bij jou nog ontdekken. Nee, maar kijk, ik wil je wel even uitleggen. Jaron presenteert en dan heb je ook een notaris, James Worthy. En die kijkt elke dag de uitzending. En dan kijkt hij, oké, zo'n woordgrap. 5 punten in plaats van vaar, in plaats van var. Dus daar staat hij. Maar James Worthy, die heeft 12-tal gedaan. Ja, dat is 12-tal, 2014. Ja. Nou, hij zat hier van de week op de bank. Ik denk dat ze hem zo weer inhuren. Want hij was weer lekker bezig. Hè? Ja, zeker. En over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Nee. Ik vind het maar je staat gewoon nog in de top 3. Dus ik zou me helemaal niet druk maken. Oh, niet lang meer. Nee. Hartstikke goed gedaan, Simon. Oh, je hebt ook geschoten? Oh, ja, jou gaan we ook nog wel eens een keer zien. Ik kom ook sowieso nog een keer terug, want ik heb... Ja. Ook al. Ik heb dus me 5 jaar geleden ook geblameerd. Nee, dit gaat zeker. Heerlijk dat Simon laatste gaat worden. We hebben net met z'n 4-0 Hongarije-Portugal zitten kijken. Eén van de mensen die daarbij aanwezig was, ja, dat is toch wel mooi. Danio Gordinho Veiga, collega-journalist, die zat in het stadion. Uitverkocht was het, 60.000 man, zeg ik uit mijn hoofd. Danio, goedenavond. Goedenavond. Hoe was het om in een uitverkocht stadion weer een keer te zitten? Ja, bizar. Om met 67.000 man in een stadion te zitten, dat was echt heel raar. Ik heb ook het hele jaar, net als jullie denk ik, in stadions gezeten zonder toeschouwers. En om dan weer in zo'n bomvol stadion te zitten, het volkslied uit volle borst meegezongen uit 67.000 kelen. Nou, dat is wel even kippenvel. En ja, uiteindelijk de Hongaren natuurlijk enigszins, weten we nog wel zien, maar ze verlaten enigszins teleurgesteld het stadion. Maar ze hebben allemaal toch wel uiteindelijk een leuke volkslied. Daniel, heb jij het volkslied eigenlijk meegezongen? Nee. Want jouw moeder is Hongaars, hè? Nee, terwijl mijn Hongaars is niet al te best. En ik kan wel een beetje Portugees, maar ik ben Braziliaans. Dus ik kan wel een beetje Portugees, maar ik kan niet het Portugese volkslied. Nee, want ik had begrepen dat jouw moeder is Hongaars, toch? Nou, die woont in Hongarije. En dat is wel een leuk verhaal. Ik heb deze kaarten heb ik 2 jaar geleden al gekocht via de UEFA. Ik heb hem gewoon ingeloot op wedstrijden. En ik was ingeloot voor deze wedstrijd. En afgelopen week wilde ik natuurlijk naar Hongarije. En ik zou zeggen, het bezoeken van je moeder zou een reden moeten zijn om het land in te mogen. Maar dat was niet zo. Ik mocht het land eigenlijk niet in. Maar omdat ik kaart had voor het EK voetbal, zo voetbalgek zijn ze, mocht ik het land in. Dus ik mocht mijn moeder opzoeken en ik mocht naar de wedstrijd toe. Want het is natuurlijk wel bizar dat dit de enige wedstrijd is waar bijna 70.000 man in mogen. En Viktor Orbán, de president, heeft er alles aan gedaan om hier mensen toe binnen te laten. En, als je misschien wel weet, als Nederland goed winnaar wordt, hè, dan spelen ze hier ook in de finale. Ja. Dan kan het natuurlijk echt een feest gaan worden. Want al die oranje supporters mogen hier natuurlijk gewoon ook allemaal in. Als je maar gewoon een PCR-test gedaan hebt. Dus je mag wel naar een EK-wedstrijd, maar je mag geen familie bezoeken? Nee, exact. Ja. Dat is echt krankzinnig. Dus ik had EK-kaarten. Ik ben lekker een week in Hongarije. Ik heb een wedstrijd gezien, echt een schitterend stadion. Ja. Helemaal nieuw. En ik ga nu weer lekker aan mijn moeder. Ja, dat is wel heel mooi. Dat is ongeveer het enige voordeel van Orbán als president. Ja. De politicologie. Ja, sorry. Het blijft heel bizar, hoor. Het blijft echt heel bizar om in een stadion te zitten met zoveel toeschouwers. Ook het moment dat je gaat zitten,
En dat er dan mensen naast je gaan zitten. Dat ben je helemaal niet meer gewend. Hey, met dat er ruimte tussen zit. Maar dan gaan mensen dat je nog steeds gaat opschuiven. Ja. Ja, je wil eigenlijk opschuiven voor je gevoel. Maar ja, ze zitten naast je. En ja, hier, ik weet dat ik het land er een beetje ken. Het gaat er heel erg goed met het vaccineren. Dus iedereen heeft dat. Ik heb dat meegemaakt. Ik heb zo'n polsbandje om. Hè, waarmee je aangeeft dat je dus een PCR-test gedaan hebt. Ja. Je komt niet zomaar naar binnen en ik vertrouw het. Absoluut niet fraudegevoelig hoor, die bandjes. Nee, dat gaat prima. Nee, dat gaat heel prima. Nee, hey, Daniel. Ik kan alleen meenemen voor jullie. Dus jullie misschien nog naar de achtste finale hier. Ja, laten we even positief zijn. Nederland verslaat Oostenrijk. Nee, niet positief, want dan mag hij niet naar binnen. Wat zei je? Nee, laat maar. Ik ga voor die vijf punten. Nee, maar als Nederland Oostenrijk verslaat, dan zijn we volgens mij al eerste. Dan kunnen de tickets naar Hongarije al geboekt worden. Even een paar tips voor de Oranje supporters als ze naar Hongarije afreizen. Ja, Boedapest is echt een hele toffe stad. En het leuke is dat hier dus ook echt al heel erg veel mag. Dus ja, weet je, als je een beetje op straat durft, dan kun je gewoon hier restaurantjes en terrasjes opzoeken. En ik ben hier het Fanplein op geweest, dat is echt heel erg tof. Wat dat betreft is het echt een hele mooie stad om ook wat langer te blijven. Dus als je hier dan heen gaat op zaterdag 27 juni voor de achtste finale, dan raad ik je aan om een paar dagen langer te blijven. Maar ook dit stadion is echt het bezoek waard. Hij is echt nieuw, het is echt een heel tof stadion. Dus, deze en kant op komen, zeg ik dan. Je bent ooggetuige geweest van een record, hè, van Cristiano Ronaldo. Ja, ik begreep het. Hij is Platini voorbij, toch? Zeker. En hij is de eerste speler ooit die op 5 EK's wist te scoren. Ja, tof. Sowieso vet om Ronaldo in actie te zien. Ik ben ook op het WK in Brazilië geweest in 2014. Toen ben ik bij Portugal-Duitsland geweest. Die was uiteindelijk in 3-0 in Salvador. Toen was hij echt ontzettend matig. Ik ben wel blij dat ik dat Ronaldo verder nooit live zie. Toen dat ik hier de score met Ronaldo. Maar ik ben blij. Hey Daniel, veel plezier zou ik zeggen nog in Hongarije. Veel plezier met je moeder. Komt en geniet ervan. Goeie show daar. Dankjewel. Groetjes. Wat is er nou? Hey, veel plezier met je moeder. Ja. 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 Er zijn buurten hier in Amsterdam waar je klappen krijgt als je dat zegt. Dus zeggen, doe liefst aan je moeder. Of, ja, oké. Okay, nou, ja. Doe de groet aan je moeder. Ja, ja. Weet je. Nou, laten we het over de wedstrijd hebben. Ik denk dat jij het goed omschreef. Voor mij was jij het in ieder geval die het omschreef. 80 minuten deed Hongarije het goed. Heb ik niet gezegd, maar ik wil hem best claimen. Ik had het gezegd kunnen hebben, dat zeker. Het was vermakelijk, want Portugal was de betere ploeg. Hongarije probeerde dat tegen te houden. Ja, en in het kader van toch een beetje de underdog steunen sprongen we allemaal op bij die 1-0. Maar daar was toch wel echt een meter buitenspel. Dus dat was ook zo weer voorbij. En ja, kijk, Ronaldo, daar is genoeg over gezegd, toch? Dat, het feit, ja, 5 EK's. Dat er dan ook mensen die nu zeggen van ja, hij wordt wel minder. Ja, mag het een keer. Weet je, hij is 36. Hij heeft er dit jaar geloof ik nog steeds 25 gemaakt in de Serie A. Ja, zeker. Ja, het is gevaar bij dit soort spelers is dat het al zo vaak is gezegd. Dat je het soort van normaal gaat vinden. Dat je er, ja, wat moeten we er nou nog over zeggen? Ja. Maar echt over 30 jaar, dan gaan we ons terugdenken aan deze tijd waarin we die twee gasten... Ja, het wordt wel eens gezegd door Sieter Vos doet dat wel eens van geniet er nou van nu het nog kan. En dan moet je wel eens een beetje lachen, maar het is wel echt zo. Weet je? Ja. Als er een wedstrijd is en je bent thuis en je kan lekker kijken, moet je het altijd doen. Hij verbrak trouwens vandaag 3 records. Hè? De eerste op 5 EK's te weten te scoren. Hij is nu ook recordschutter op alle EK's. Hij is Platini voorbij. Voor mij heeft hij scoorde 2, dan staat hij nu op 11. En is de speler met de meeste overwinningen ooit op een EK. Ja, ongelooflijk, toch? Ja, bizar. Ja. Hoe moeten we eigenlijk Portugal inschatten? Hè? De winnaar 2016, 5 jaar geleden. Toen misschien wel favoriet. Of in ieder geval eigenlijk een outsider. Hoe moet je ze nu inschatten? Ja, wat ik net heel erg opvallend vond is dat ik kijk, volgens mij was het inderdaad rond de 80ste minuut. En opeens zie je gewoon 2 wissels. En dan komt bijvoorbeeld een André Silva nog in. Van Frankfurt. Die daar Renato Sanchez. Ja. En Renato Sanchez. Ja, dan heb je toch echt over een breedte van de selectie. Ook niet alleen de kwaliteit op het veld. Maar ook in de breedte. Dat is wel heel erg opvallend dit jaar bij Portugal, vind ik. Normaal weet je altijd, er zijn 6-7 goede spelers. Maar nu zijn ze ook zelfs buiten de eerste 11 nog sterker. Ja. Ik vind het wel jammer dat hij dan niet met een Renato Sanchez begint. Dat is het puur voor het voetbal. Want je hebt natuurlijk, hij speelt op het middenveld met Bruno Fernandes. Nou, die is onomstreden. Maar dan heeft hij Danilo Pereira en William Carvalho. Dat vind ik wel iets te weinig voetbal voor de kwaliteit die ze hebben eigenlijk. Ze hebben ook nog die Ruben Neves van de Wolves. Ja. Die vind ik ook geweldig. Ja, zeker. En dat zou ik dan zeker tegen... Jij zou hem dus volgende wedstrijd wel basis zetten. Want die vraag komt nu ook in de chat voor. Nou, ik zou een opstelling als vandaag zou ik
logischer vinden tegen een Duitsland of Frankrijk dan tegen een Hongarije. Wil je toch misschien meer toch daarom is het Portugal. Op te schroeven. Ja, inderdaad. Maar het is toch makkelijk om op te schroeven en aanvallende wat meer te brengen dan dat je terug moet kruipen en defensief moet spelen. Maar zie jij ze tegen Duitsland of Frankrijk aanvallender gaan spelen dan tegen Hongarije? Daar kan ik me heel weinig voorstellen. Nee, ze gaan er ook niet in komen. Nee. Ik denk dat de opstelling zo blijft. Het enige waar je even moet naar kijken of ze misschien kiezen voor wat loopvermogen. Dat ze zelfs nog een met Renato Sanchez nog iemand inbrengen die ze als extra wapen misschien zelfs als aanvallende speler nog erbij halen die het middenveld kan ondersteunen. Ja, ik denk maar dat ze Europees kampioen worden. Ja? Ja, ik heb ze in Almapools als Europees kampioen. Ik dus ook. Ja. Nee? Ik sta in Almapools onderaan. Dus dat, Wie heb jij als Europees kampioen? Ja, Frankrijk. Ja. Nee, maar ja, ook omdat... Ja, ze zijn met, natuurlijk... Ja, maar die droom is vanavond voorbij, hoor. Oh. Ik hoor het van Danny Christian hier. Lekker trash talk, begin nu al. Nou, laat ik dan met jou over hebben. Jij hebt wel Portugal als winnaar in al je poeltjes. Ik ging die selectie erbij pakken. Ik weet het natuurlijk. Ze hebben Diaz, ze hebben Pepe, ze hebben Guerrero, dan hebben ze Cancelo. Ook nog Semedo. Dus nou ja, dat moet dus nu inderdaad. Oh ja, João Félix, Bruno Fernandes. Nou, het is werkelijk bizar. Nee, dus ik dacht, en Portugal is altijd goed op het toernooi. En die is gewoon een ploeg die altijd defensief goed staat en een beetje in de luizige achter speelt. Dat, ja. Want in 2016 waren ze ook helemaal niet zo goed, hè? Geen wedstrijd in de 90 minuten gewonnen toen. Nee, ja, drie poolwedstrijden gelijk. Een keertje verlengetje, een keer pingeltjes en de finale ook. Eder, toch? Ja. En toen hadden ze begonnen. En toen hadden ze niet eens zo'n goede selectie. En nu hebben ze echt een hele goede selectie. Dus ja, het is eigenlijk al bekend. Zal er een wedstrijd bij zijn waar de trainer de ballen heeft om Ronaldo in de 75e minuut te wisselen? Nee. Tuurlijk niet, Simon. Nee. Hell no. Nee. Zou dat een keer moeten misschien? Met Sarri? Ik vond hem best goed in het laatste kwartier vandaag. Ja, hij was heel goed. Dat hij er niet afgaat. Ja. Maar je weet dat ze aanvallend waanzinnige spelers hebben ook nog. Maar denk jij niet als hij daar staat, dat hij zegt, Chrissy, kom maar. Nee. Ja, ik denk ook niet dat het kan. Nee, dat kan niet. Maar ja, dat is dus de vraag. Komt er een wedstrijd op ons af? Want we hebben het net over, hij is 36 en hij presteerde vandaag weer ook in de laatste kwartier waanzinnig. Maar zou er niet een keer een wedstrijd bij kunnen zitten waar je denkt van, ik heb zoveel kwaliteit achter de hand. Ik moet er iedere keer omheen bouwen. Het is een discussie die je bij Paris Saint-Germain heel lang hebt gehad toen Ibrahimovic daar speelde. Want je speelde eigenlijk met 10 man, maar hij maakte er wel 40 per jaar. Dus die gingen beter voetballen toen Cavani daar ging lopen. Ja. Maar bij Ibrahimovic was je wel vertegenwoordigd. Maar dan heb je het over een seizoen, hè? Heb je het niet over een kortstondig toernooi? Overigens, in 2016 versloegen ze natuurlijk in de finale op Wheels. Dat was wel gewoon... Zij hadden echt die brede baan naar de finale, weet je nog? Je had Frankrijk, die zat aan de hele moeilijke kant van het toernooi. Ja. Ierland onder andere, hè? Jou wel bekend. Ja. Maar ik zie ons nog tegenover elkaar zitten. Ja, precies. Maar en toen Portugal met moeite via Wheels... Ja. In die finale dacht iedereen ook dat Frankrijk ging winnen, maar dat liep toch anders af. Zonder Ronaldo uiteindelijk, hè? Nou, Ronaldo als trainer. Ja, dat is waar. Dat waren natuurlijk de mooiste beelden eigenlijk. Die gingen heel vroeg uit. En uiteindelijk aan de kant zette hij het even neer hoe er gespeeld moest worden. Goed, Portugal dus in ieder geval voor ons de favoriet om het te winnen. Voor jullie wel een outsidertje. Altijd. Ja, zeker. Ja. Nee, zeker. Dat doen zeker iedere keer mee. Zeker. Gaan we ons langzaam opmaken voor de wedstrijd van vanavond. Duitsland-Frankrijk. Gaan we het zo uitgebreid met jullie over hebben. Jeroen dook vandaag weer het Vondelpark in. Met de grote vraag. Eigenlijk ook wel een leuke vraag. Wie haat je meer? Een Duitser of een Fransman? De pool is doods. Hij gaat vandaag beginnen. Portugal, Frankrijk, Duitsland. Wie gaat er door? Of misschien toch Hongarije? Ja, vanavond is er natuurlijk de wedstrijd tussen Frankrijk... En Duitsland, wat denk je? Er is geen wedstrijd tussen Frankrijk en Duitsland. Frankrijk-Duitsland, wat denken we ervan? 2-0, Frankrijk. Toch de Duitsers. De Fransen. De Fransen gaan verliezen. Als de Duitsers winnen, dan gaan wij bier drinken. Dat is waar. Maar als de Fransen winnen, dan gaan we wijn drinken. Ja, dat wordt Duitsland. Ja? Ja. Nee, ik vind Frankrijk. Waarom? Nou, omdat die beter zijn. Waarom zijn ze beter dan? Ja, omdat, die ene met die paas, dat vond ik wel een goeie. Ja. Duitsers. Oeh, in koor. Ja. Wie heb je nou meer in hekel? De Fransen of de Duitsers? Ja, ik moet toch wel voor Frankrijk kiezen. Nee, ik kies voor Duitsland. Oh, Duitsers. Ik denk zelfs aan Fransen. Nee, ik vind niemand kut. Ik ben gewoon Europeaan. Nee, ik ben heel saai. Ik hou van Fransen. Ja?
Nou, ik vind, weet je wat ik een beetje heb met Fransen? Die vind ik wel heel erg in zichzelf gekeerd. Inmiddels staat Frank halfnaakt in beeld achter me. Prima. Oh, die is uit de jacuzzi gestapt, was 45 graden, werd hem iets te veel. Jij zei, ik heb een mooi verhaal over wie er meer gehaald wordt. Een Fransman. Nou, mijn schoonvader, jammer genoeg overleden, heeft twee dochters. Ja. En hij had echt hoop in zijn dochters. En ze kwamen ook altijd met leuke Nederlanders naar huis. En daar kwam altijd een zuidelijke persoon bij. Maar op een gegeven moment was het dus zo, een Duitser ging op zijn knieën en vroeg of zijn oudste dochter mocht trouwen. Nou, en de tweede was een Fransman. Nee. Dus hij zegt, waarmee heb ik dit verdiend? Een hele gezellige kerst altijd. Nou, ik wist helemaal niet dat jullie familie waren. Nee. Waarmee heb ik dit verdiend? Ja. Maar heb je een hekel aan je zwager? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, absoluut niet. Hij woont in Singapore, is ver genoeg weg. Lekker ver weg. Dat kan net. Nee, absoluut niet. Nee, want het was wel even een vraagteken natuurlijk in het hoofd van mijn schoonvader. Maar inmiddels, moet ik zeggen, zijn we allebei denk ik wel in de familie geïntegreerd. Leuk. Waar ga jij slechter op? Een Fransman of een Duitser? Een Fransman. Ja? Ja. Waarom? Ja, omdat ik zo arrogant en zo... Hallo? Omdat ik wekelijks met een voetbal... Nee, dat heeft er niks mee te maken. Nee, arrogant... En iets wat uit de hoogte. En Duitsers zijn weliswaar humorloos. Maar behalve Simon. Maar dat zijn wel gewoon aardige mensen. Nou ja, dus een antwoord gegeven toch? Zeker. Nou, ontkracht even waarom Fransen niet arrogant zijn. Nou, moet ik nou gaan... Hoezo? Ik ga niet ontkrachten dat het water nat is, Niel. Fransen hebben een aantal hele nare trekjes. Maar mijn ervaring is wel hoe zuidelijker je komt... Hoe leuker ze zijn. Dus als jij lekker naar de Côte d'Azur gaat, dan komt het allemaal wel goed. Ja. De Parijzenaren, die zijn wel heel vervelend. Die hebben het uitgevonden. Die hebben het echt uitgevonden, ja. Ja. Die verdienen hun hele bestaan. Zijn dat de Amsterdammers van Frankrijk? Nee, maar keer 10. Zeg maar. Want, ja, want die zijn aan de ene kant heel erg boos dat er allemaal toeristen naar de stad komen. Maar ze vreten er allemaal van. Dus ja, mag wel iets minder. Maar Ja, kijk, ik heb het geluk dat ik de taal redelijk spreek en dan valt het allemaal wel mee. Maar als jij de taal niet spreekt, dan kan je echt helemaal het lazers krijgen bij ze. Ja. Nee, ik vind Duitsers echt over het algemeen heel sympathiek. Dat is oprecht. Ja, echt. Fransen, ja, ik versta ze niet, ze verstaan mij niet. Dus weinig conversatie mogelijk. Ja. Laten we het wel weer gewoon over het voetballende gedeelte hebben. Het is natuurlijk echt een waanzinnig affiche vanavond. Frankrijk de absolute topfavoriet. Misschien kunnen we even kijken of we de opstelling al binnen zijn. Zou het eigenlijk wel eens moeten, een half uurtje voor de wedstrijd. Voor mij geen verrassingen. Kijk, hier is Frankrijk. Misschien, ik heb natuurlijk wel een beetje de voorbeschouwing zitten kijken en zitten lezen. Het ging eigenlijk over de positie nog van Rabiot, wie daar zou gaan spelen, toch? Ja, daar zitten ze al 3 jaar een beetje mee in hun maag. Na Matuidi, die werd op een gegeven moment een beetje te oud. Ging ook naar Inter Miami. Ja. Vonden ze eigenlijk dat als je daar speelt, dat die je dan niet meer op kan roepen. Maar het is wel een jongen die heel veel arbeid verrichtte op die kant. En zeker omdat dat aan de andere kant wat minder gebeurde tijdens het WK van 2018. Had je Mbappé aan die andere kant lopen. Die begrijpelijkerwijs wat minder defensieve arbeid verricht. Ja. Is het wel een hele belangrijke positie. En daar zijn wel, ja, er zijn ook spelers gewoon niet mee die daar ook hadden kunnen spelen. Camavinga natuurlijk, niet zo'n geweldig jaar gehad. Houssem Aouar van Lyon, die ongetwijfeld heel belangrijk gaat zijn onder Peter Bos. Maar had ook niet het beste seizoen. Sissoko, maar die heeft dan misschien weer wat te weinig voetbal. Dus ik denk dat Rabiot wel een hele mooie oplossing zijn is. Zijn ze daar sterker dan in 18? Nee, dat denk ik niet. Want? Omdat ik denk dat er in ieder geval dat toernooi gingen er veel meer jongens met een beter gevoel naar het toernooi toe dan nu. Zeg maar, die echt een heel goed seizoen hadden gedraaid. En in 2018 was het voetbal natuurlijk ook niet altijd om over naar huis te schrijven. Maar nu, de laatste 3 jaar, hebben ze eigenlijk geen goede wedstrijd gespeeld. Nee. Maar ook nu is Karim er weer. Kijk, dat is natuurlijk wel een extreme... Karim Benzema, terug in de selectie. In 2018 zijn ze natuurlijk wereldkampioen geworden met Giroud, die letterlijk geen goal heeft gemaakt. Spits die niet scoort. Nee, ja, wat in principe een Franse traditie is. Want Guy Vars deed dat ook niet in 98. Mooi. Ja. Hey, bruggetje naar het verleden. Ik word ook wat ouder. Maar Benzema... is denk ik nog steeds top 5 beste spitsen van Europa. Zit nog geen sleet op. Dus dat je die dan als joker uit de hoge hoed kan trekken... Ongelooflijk, toch? Is briljant. Hoeveel spelers zijn er aan wie die een hekel heeft in die selectie? Ik Giroud, als ze zeggen dat is bijgelegd, maar oké. Daar wil ik het nog even met jou over hebben. Er was vorige week gezeik over. Benzema ging geblesseerd uit. Giroud kwam erin, scoorde 2 keer in de kleedkamer, iedereen een handje. Oh, goed gedaan, goed gedaan. Na afloop zei hij, ik had de bal te weinig gekregen. Nou, toen scheen
Mbappé een persconferentie te willen beleggen om daarover te hebben. Die was boos dat hij dat niet face-to-face had gezegd, maar wel... We zijn vijf dagen verder. We hebben een dag voor de wedstrijd een persconferentie. Ik denk, hè, alles is weer koekenij. Kylian Mbappé, die zegt gewoon... Ja. Alles wat er eigenlijk deze week al speelde, gooit hij gewoon op straat. Hij zegt, ja, als je dat vindt, moet je het in de kleedkamer zeggen. Niet daarna voor de camera's. Wat vind je ervan? Dat hij dus twee dagen voor een wedstrijd of een dag voor een wedstrijd weer allemaal weer oprakelt. Ik vind het hoogst onverstandig. Ik vind het ook van Giroud wel een beetje... Zeker van een ervaren speler mag je wel wat meer daarin verwachten, toch? Dat hij niet op zijn... Ja. Hij is geloof ik 3,34. Zeker. Vind ik het ook niet zo chique om dat dan bij de media te gaan staan vertellen. Maar dat soort dingen horen natuurlijk... Die gebeuren denk ik, jij weet dat beter. Dit soort dingen zijn toch van alle tijden in alle kleedkamers. Alleen vaak blijft het binnenkamers. Maar dat is het gekke natuurlijk. Dat is waar het om draait. Ja. En ik denk dat dat het grootste probleem bij Frankrijk wordt. Maar hoe ligt die Benzema nou in de groep? Super, toch? Hij heeft heel veel ontzag. Kijk, hij is in 2015 heeft hij zijn laatste interlands gespeeld. Een aantal jongens die nu grote namen zijn, kwamen er net aan. Dus Varane zat er net bij, Griezmann zat er net bij, Pogba zat er net bij. Toen was hij de grote ster, dus daar had hij al het respect van. Want hij was toen natuurlijk al de spits bij Real Madrid. En alles wat daarna is gekomen, kijk, het is natuurlijk ook een beetje... Kijk, Benzema is een geweldige spits. Maar door zijn absentie en het feit dat er iemand anders was die niet scoorde... of niet op de momenten dat het moest... werd zijn naam natuurlijk ook alleen maar groter. Je had Zidane, die daar ook altijd nog een gepeperde uitspraak over had. Van nou, als ik bondscoach word, dan is hij de eerste die ik oproep en zo, weet je wel. Dat helpt ook mee, lekker mee. Ja, maar je ziet wel eigenlijk gelijk, voor zover je dat van de zijkant kan beoordelen... dat die klik er is. Dat een aantal jongens zo trots zijn dat ze met hem mogen spelen. Bijvoorbeeld Mbappé. En ik denk wel dat hij een leidinggevende rol zou kunnen vervullen. Alleen ik had het er net al even met Simon over. Dan had je hem er liever een half jaar terug al bij gehad. Dat snap ik ook. Dat hij al wel een paar keer bij de groep was geweest. Dat je toch een paar keer zo'n week bij elkaar was geweest. Maar daarover gesproken, wat jij nu zegt, wat er bij de Fransen is gebeurd... dat is natuurlijk ook bij de Duitsers gebeurd. Eigenlijk veel bizarder dat Jurgen Leu op een gegeven moment denkt... Oké, we moeten een EK spelen. De jongens waar ik afstand van heb genomen, waar ik door heb geselecteerd... die haal ik er gewoon weer bij voor het EK. Ja, omdat ze net zo belangrijk zijn als Benzema. Dat is wel gek natuurlijk, wat is eigenlijk wat Jean-Paul zegt. Hè? Je weet al dat je een EK gaat spelen. Waarom doe je het dan zo kort voor het toernooi? Omdat je juist merkt dat de schakel is, de missing link die ontbreekt. Want je ziet ook in Duitsland, de kritiek was onwijs groot aan het adres van Jogi Löw. Iedereen twijfelde al. Nou ja, dat begon al in november vorig jaar. Daar werd al Flick voor het eerst genoemd. Dus in Duitsland wist ook iedereen... Is wat gevallen? Nee, maar ik zie dat jij de krant hebt meegenomen. Ja, daar wist ook iedereen dat... wat slecht zeg, hij lacht hier gewoon. Maar dat iedereen al Flick scandeerde omdat het spel gewoon slecht was. Ja. Nou, daar ontbrak een bepaalde schakels, omdat natuurlijk talent heel veel aanwezig is. Dat zag je nu ook bij in de Champions League finale van Havertz. Werd natuurlijk ook... Maar er ontbreekt bepaalde vastigheid met Hummels, met Müller. Nou, en die heeft hij nu op korte termijn toch voor een toernooi van eindronde. Zijn laatste... zijn laatste kunstje. Ja. Heeft hij die twee terecht weer meegenomen? Wat gek is, hij vloog er toen bijna uit. Was het op het vliegveld van Madrid? Na die oorwassing tegen Spanje, die 6-0. Toen gingen ze er thuis af tegen Noord-Macedonië met 2-1. En ja, het is echt wonder boven wonder. Hij zit er nog steeds. Ja, maar het heeft ook met Oliver Bierhoff te maken. Wat? Want die twee kunnen eigenlijk wel heel goed door één deur. En zolang werd altijd gesuggereerd dat in Duitsland, zolang Bierhoff er zit, gebeurt er met Jogi Löw niks. Hij is ook iemand die houdt van vastigheid. Ja. En niet van... korte beslissingen waar geen echt goede keuze kan gemaakt worden. Nou, iedereen wachtte nogmaals sinds november al dat Flick vrij wordt. Nou ja, en dat hebben ze gewoon nu doorgehaakt. En daardoor tot de zomer ook doorgetrokken. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, wat stond er eigenlijk bij de Bild? Ik zag dat je hem uitgebreid aan het lezen was. Wat is de... Nou ja, we willen nog een zomermeertje. En dat is een sprookje, toch? Sprookje zomer, ja. 2006, prachtige documentaire. Ja, dat was schitterend, ja. Ik zag ze tegen Letland spelen. Dat was, ja, het is Letland, maar dat was echt krankzinnig goed. Ja, kom op Milan, Letland. Dat zeg ik er toch bij? Ja. Ja, maar dat soort landen doen ook gewoon mee nu, hè? Nee, je hebt wel een punt. Want de punt is dat... Heb je die wedstrijd gezien? Ja, 6-0, hoor. Heb je gezien hoe je 90 minuten druk kan zetten? Ja. Ja, maar oké. Okay. Nee, ik ga het weer kleineren, maar... Want dan heb ik ruzie met iedereen in Letland. Maar het is wel een wereld van verschil waar je vanavond gaat doen. De prestatie van een team, wat wel in staat is... om dan met de spelers die erbij zijn gekomen... toch meteen het om te zetten. Want het zijn wel leiders. En dat heb ik ook nog even terugkomend op het verhaal van Benzema. Want ik vind het wel belangrijk om dat ook uit te lichten bij Frankrijk. Frankrijk heeft natuurlijk qua talent misschien wel de beste ploeg. Misschien nog beter dan Portugal. Alleen, er is niemand in het team... zoals bijvoorbeeld een Ronaldo of een Pepe bij Portugal... die deze jongens even bij de oren trekt en zegt... jongens, jullie zijn nog kleine jongetjes, jullie kunnen wel heel goed voetballen. Mm. En een Benzema, en dat is wel leuk in de voetbalwereld... en dat geeft Jean-Paul ook terecht aan...
als je één keer een standing hebt en een relatie met iemand, dat gaat zelfs zo ver, zelfs als die speler later trainer wordt of iets anders gaat doen. Het blijft altijd zoals het was in de kleedkamer. Het gevoel van als iemand binnenkomt. En dat is ook met Benzema. Die jongens zien nog steeds, ook al is misschien Mbappe vanaf de zomer 200 miljoen waard en wordt verkocht. Benzema blijft altijd diegene. Is dat dan nu ook in Duitsland zo bijvoorbeeld dat Müller terugkeert? Blijft altijd bovenstaande rest. Ook in Havertz die met het is gewoon een wereldkampioen, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Maar als je ziet hoe Müller bij Bayern speelt, is het toch ongelooflijk dat ze die niet meer wilde. Schande. Dat was een hele rare move. En dat is natuurlijk wel het verschil met Benzema. Die is door extra sportieve redenen is hij toen eruit gehaald. En tegen Müller en tegen, tegen een aantal extra sportieve redenen. Nee, dat schud ik even uit mijn mouw, hè? Maar nee. Maar en tegen Müller werd gewoon gezegd van, ja, je bent niet goed genoeg meer. Nee, dat is echt heel echt raar. Bizar. Maar ja, het is een beetje een simpele redenering. Maar Müller was ook zo goed tegen Letland. En wat een drive die brengt. Is dat de beste wedstrijd die je ooit hebt gezien? Nee, maar Duitsland-Letland. Ja, jongen. Hij heeft daar een poster van hebben gehoord. Ze kunnen slapen. Ga maar zien. Ze gaan Frankrijk helemaal onder druk zetten. Ze gaan ze echt, nog een leuk verhaal vind ik de ontwikkeling van Antonio Rüdiger. Het hele seizoen bij Chelsea ook. Zeker. Eigenlijk daarvoor niet gebruikt. Nou, komt de Duitse trainer. Het eerste wat hij doet is hem weer erin zetten. Ja. En zijn spel erop aanpassen. Heb jij nog met Robin Gosens gespeeld? Ja, wat dacht je van Robin Gosens? Ja. Ik ken Robin Gosens, maar heb er zelf niet mee gespeeld. Ja, heel kort bij Vitesse. Ik heb hem wel ook live gezien bij Atalanta. Ik vind het een waanzinnige ontwikkeling. Hij is dus van Vitesse naar Dordrecht en van Dordrecht naar Heracles, toch? Ja, hij is verhuurd aan Dordrecht. En toen had Vitesse nog niet nodig. En toen is hij naar Heracles verkocht. Ja. Zeg ik hem. Ja, zeker. Ja. Ja. En waanzinnige scouting van Atalanta. En Hateboer hebben we niet, hè? Wat zeg je? Hateboer hebben we niet. Nee, zeker niet. Nee. Als we nu kijken. Hij had bijna voor Nederland gekozen, hè? Of ik bedoel. Gozes. Ja. Hij mocht voor Nederland spelen. Het was heel makkelijk geweest. Ja. Voordat hij eigenlijk doorbrak, had hij hem alleen op moeten oproepen. Ze hadden hem moeten oproepen, dat hebben ze toen niet gedaan, toch? Nee, maar ze hebben het geprobeerd. Ze zijn bij hem langs geweest, ja. Maar iets te laat. Hij wilde naar Duitsland toe. Okay. Iets te laat. Maar het is in principe ook gewoon een Duitser, toch? Ja, dus het is ook niet zo gek dat je dan voor Duitsland kiest. Nee. Als we kijken naar deze opstelling, Simon. Ja. Waar ligt de zwakte van Duitsland? Ja, dat is een goeie. Ja. Centraal in de spits. Ik vind dat niet dat ze echt een spits hebben. Nee. Dus ik vind dat je heel moeilijk. Want hij gaat nu met Gnabry kampioen kan worden. Geen Werner dus. Ja, maar Werner is ook geen echte spits. Werner is ook meer een loper. Die heeft het wel. Die heeft het wel. Positie, die heeft wel de kansen gehad. Maar Werner is toch meer een spits dan Gnabry? Dit jaar, maar die heeft het in de Duitse ploeg toch ook wel een periode heel goed gedaan. Ja, maar kijk, wat is het verhaal bij Werner? Werner is het sterkst van een halve linkerpositie. De sprintvermogen diagonaal richting het centrum en dan voor de goal komen. Het is niet een spits zoals geen Mario Gomez. Lewandowski bij Bayern München speelt. Het gek is, hè, ik heb dus altijd het gevoel de afgelopen week bij Chelsea en zo. Hij stond altijd op de juiste plek. Is ook zo. Het moet een keer toch een keer gaan vallen en dat die ballen wel binnen gaan. Heel vaak in die situatie dan zo dat Havertz de ruimte maakt. Ja, zeker. Dus zeg maar wegtrekt. Dat proberen ze hier ook. En de vraag in mijn ogen is het dus, is dat voldoende in een EK, waar dus ook een 0-0 voor veel ploegen genoeg zal zijn, om het verschil te kunnen maken? Want dat voetballend is het geen probleem. Nee, want Gnabry dus eigenlijk op 9 gaat een beetje zwerven dan Havertz en Müller omheen. Ja. Moeten ze het zo een beetje zien? Ja, of zelfs dat Havertz in het centrum begint. Ja. Okay. Dat kan natuurlijk ook nog. En Müller eromheen. Ja. Havertz is wel ster in op het juiste moment in vorm zijn. Zeker. Die heeft echt. Hij heeft gewoon aanpassingsproblemen gehad. Ja, het is ook logisch hoor, dat snap ik. Als je kijkt, waar trouwens een veel groter talent nog rondloopt bij Leverkusen dan Havertz. Florian. Ja, dat is echt. Maar dat wordt meer een Barcelona speler. Florian Wirtz, voor de duidelijkheid. Kijk, Havertz heeft natuurlijk daar ook. Op een later moment heeft hij daar gewoon heel goed gepresteerd. Ook constant uit de spits weglopend. En nu bij Chelsea heeft hij langzaam de vorm te pakken. Inderdaad op het goede moment, zoals je zegt. Ja. We gaan zo voorspellen. Maar eerst gaan we even kijken naar onze grote vriend Lars. We hadden gisteren Lars aan de lijn. En toen zeiden we, ga nou iets doen met Frankrijk. Het is hem gelukt. Ja, na het doedelzak spelen met Randy Wolters moest ik vandaag richting Frankrijk. Croissants, wijn, je m'appelle Lars en ça va. Dat is het wel een beetje wat ik ken. Maar we zijn vandaag bij Le Nord in Rotterdam. En ik heb Eduard Duplan, oud-Spartaan, FC Utrecht, ADO Den Haag, uitgenodigd om met mij een heel klein wijnproeverijtje te doen. Ik vind wijn lekker, maar ik weet er niet heel veel van. Dus hopelijk komt daar vandaag verandering in. Eduard, goedenavond. Goedenavond. Leuk dat je hier wilde komen. Ja, leuk om hier te zijn. Aan elk van de drie wijntjes koppelen we een klein onderwerpje. Heeft te maken met Frankrijk, het nationale team. Volg je het EK intensief?
Ja, intensief niet, maar ik volg het wel natuurlijk. Ik vind het leuk om een wedstrijd in te kijken. Ik kribbel weer als je dat ziet spelen natuurlijk. Ik merk het toen Dumfries gewoon zijn doelpunt scoorde, dat ik eigenlijk gewoon meer voelde dan toen gewoon Frankrijk eigenlijk gewoon voor het laatst de WK won. Oké, de eerste wijn die we gaan proeven is een Belle de Sue. Is een rosé uit Provence, uit Frankrijk. Het is een lichte rosé. Ook fris en fruitig in ondertoon. Ja, het eerste wijntje. Ik vond hem lekker. Ik ook, heerlijk. Rozeetje, niks mis mee. En ja, vanavond Frankrijk voor het eerst dit Europees kampioenschap. Wat verwacht je er een beetje van? Kijk, ze hebben heel veel kwaliteit. Ja. En het gevaar kan van overal komen. Ik ben alleen benieuwd over de manier waarop ze gaan spelen. Omdat ik was niet gecharmeerd door het spel toen ze de WK wonnen. Chardonnay, Bertolet uit de Pédoc, uit Frankrijk. Deze heeft houtsnippers. Dus dat betekent dat hij niet in houten vaten heeft gelegen. Maar je proeft dat wel meer omdat het houtsnippers zijn. Je ziet ook aan de kleur, Chardonnay is altijd een beetje gelig van kleur. En dus qua smaak best wel veel hout. Vol en boterig en romig. Chanté. Heerlijk wijntje. Ja, heerlijk. Waar ik het nog even met jou over wil hebben is vanavond de topper, de eerste echte kraker van dit EK. Verwacht je direct vuurwerk van beide teams? Ja. Het kan niet anders met zoveel kwaliteit van allebei de kant dat het een vuurwerk wordt. Het kan niet anders. Hier heb ik de Natura Boutonnier. Dit is de Gamay-druif. En de Gamay-druif komt uit het Beaujolais-gebied. Dit is een natuurwijn, dus dat betekent dat er niks aan toegevoegd is. Geen sulfiet, geen extra suikers, echt op zichzelf staande wijn. Het is een mooie, volle rode wijn met wat fruittonen. En weinig tannines, dus niet heel droog in de afdronk. Chanté. Tot slot, laatste vraag. Kei directe vraag. Wordt Frankrijk Europees kampioen, ja of nee? Uiteindelijk denk ik wel. Ze gaan de verwachtingen waarmaken. Ik denk het wel. Laten wij nog even lekker gaan genieten van onze wijn. Ja. Niel, vanuit hier, vanuit Rotterdam, van Lenoir. Eduard, bedankt. En, leuk om bij je te zijn. Ik ben benieuwd wat je morgen voor mij in petto hebt. Morgen, ja, eigenlijk geen idee. Want, geen idee. Maar wat heb je voor mij in petto? Dit was nou het perfecte. Dit was het Simon-Jommer item. Ja. Dit was mijn item geweest. Las. Hij wilde iets met Frankrijk doen. Jij hebt toch niks Frans? Ja, ik heb wel even Frans gemaakt dan voor die avond. Als er nog iets keer met Duitsland is, dan kan Lars hier wel langskomen. Lars, complimenten voor je Franse uitspraak namens Hans Bressink en Jean-Paul Rison. Ja. Nee, ik heb met Jordi Amali gewerkt, dat ging een stuk moeizamer. het Frans. Wat is je status op dit moment? Is het bij die drie wijn gebleven of zijn jullie lekker doorgegaan? Nee, bij drie wijn. Wijn staat het. Maar ik moet nog even shout-out doen aan Tom, de editor. Die hangt nu met Bob. Lars rijdt net een tunnel in volgens mij. Ja. Lars, dat was te veel wijn. Het zou heel fijn zijn als je oortjes in kan doen of een goede internetverbinding hebt. Want op dit moment horen we je absoluut niet. Nu nog steeds niet. Kijk, nu wel. Lekker, nu wel. Je weet wel hoe het moet. Lekker, jongen. Nou ja, in tweede instantie. Ik had een antwoord tonen. Okay. Maar hoe was het met Eduard Duplan? Nee, het was super gezellig. Maar wat ik net zei, dat jullie niet op worden. Ik heb nou dat doen naar de editor. Nee, meer niet. Je praat te snel. We horen je niet, Larsie. Schrijf het even op. Heb je pen en papier? Of oortjes? Nee. Oh, oké. Okay. Wat moeten we morgen met hem doen? Of wat moet hij morgen doen? Oeh, laten wij gewoon lekker even over hem praten. Och, jeetje. Daar overval je me even. Wat ja, voor weet je wat? Je kan wel even het land ingaan even om de oranje sfeer te proeven. Dat heb je nog niet echt gedaan. Toch? Ja, dat kan. Ja. Ik heb wel heel mooie Oranjewijken gezien. Oranjewijken? De Haagse buurt. Oh, leuk. Even opzoeken. Ja. Ja, of, kijk, ik vind die Finnen. Kijk, die hadden natuurlijk. Die wedstrijd was vervelend. Maar ik vond die Finnen wel mooi.
die wonnen natuurlijk. En die wedstrijd werd overschaduwd. Maar ik vind die Finse autocoureurs ook altijd fantastisch. Raikkonen en Bottas. Dat zijn zulke droogkloten. En die gaan altijd alleen maar in de winter gaan ze in hun sauna zitten en heel veel wodka drinken. Ja, heb je die Kimi wel eens dronken gezien? Ja, dat is goud. Dat is werkelijk schitterend. Die Raikkonen, die kan zuipen. Dat is echt ongelooflijk. Maar die zegt gewoon, als die engineer zegt, oh, you did it fabulous. Great job. Fantastic race. Ja. Oké, okay, thanks. En dan gaat hij weer naar Finland. Dus ik zou wel eens Finnen in Nederland willen zien. Die als een gek meeleven. En dan hoop ik dat ze heel cool zijn. En alleen op alles ja en nee zeggen. Peters, nou, hebben wij ooit een item met Filip Bednarek gemaakt? Weet je nog, met Polen? Toen dachten wij, nou, die wordt gek als ze winnen. Ja. Niks aan de hand. Oh, ja. Heel rustig op bankje. Serie, toch in 16. Ik zat naar Filip zo te kijken. En ik zei ja. En hij heel emotie. Maar daar kan je echt een goud item in maken. Met zo'n Finn die helemaal emotieloos op de bank zit. Ja. Is dit wat of niet? Ik vind het wel leuk. Ja, dat is wel leuk. Maar je had nog iets, zei je. Nee, dit vind ik leuk. Oh, jij wilt sowieso weer in een item. Dat gaat goed komen, Simon. Als het over Duitsland gaat, dan komt het goed. Dan kunnen we een itempje met jou doen. Nou, morgen om 3 uur. Zoek een Fin. Morgen om 3 uur Finland-Rusland. Samen met een Fin voetbal kijken. Even kijken. Ik heb met aardig wat Finnen samengespeeld. Ja, ik ga even kijken of ik zo wat nog kan opzoeken. Bij AZ had je toch wat Finnen? Mooi Zander. Nee, let op. Ik heb misschien wel wat leuks. Maar ja, hoe snel kom je naar Finland? Hoe snel kom je in Finland? Wacht even, we hebben nog als je nu gaat rijden. Dan ben je er over 3 weken. Ja. Goed, Larsie. Kapoekje heb ik nog. Je mag kiezen oranje virus proeven of op zoek naar een Fin. Ik vind op zoek naar een Fin, vind ik wel heel leuk. Alles prima. Hij vindt alles prima. Later, okay. Larsie. Ja. Hoi. Uiteindelijk, dit is wel trouwens mooi. Ik weet niet, luister je elke ochtend zijn podcastje vanuit de bus? Nee. Dat is wel echt mooi. Elke ochtend maakt hij dus een klein podcastje, 10 minuten, 15 minuten. En dan hoor je het echt wat meer. Hij is dus al in Antwerpen geweest bij Hans Bressink. En ik zei, was je net wakker? Ja, die Hans Bressink is net wakker. Die haat gewoon België. Dat is gewoon iemand die heel trots is op Antwerpen. Haat ook Vlaanderen. Ja, hij komt echt de mooiste mensen tegen. En hij heeft nu ook een klein stukje opgenomen met Eduard Duplan. Ik denk niet dat hij Frankrijk haat als ik zo hoor. Maar het is in ieder geval een podcastje om in de gaten te houden. Als je 's ochtends wakker wordt. Op zoek naar een Fin of oranje virus. Ja, hij moet een beetje een soort Bob Peters zoekt een Roemeen worden, ik, toch? Ja, ik vind dat als Frank de volgende ronde moet hij met Frankrijk, moet hij een keer met een haan op de proppen komen. Zo. Maar kijk, mijn vrienden die zitten te kijken en dan krijg ik van die reacties van, die zien mij zitten. Die zeggen dan, een echte haan heeft 2 kinnen. Weet je wel, dat vinden ze erg leuk. Maar je had vroeger bij Frankrijk, had je bij elke wedstrijd een man met een haan. En die hebben ze verboden in het stadion in 2016. Die man was ontroostbaar. Dat was hun oranje indiaan. Dus ik wil Lars eigenlijk wel met een haan achter een haan. Ja, wil zien hoe Lars een haan vangt, zeg maar. Dat schijnt heel moeilijk te zijn. Ja, dat is heel moeilijk. Bij Rocky-films heb ik dat gezien. Daar zitten goede items in. Goed, ben je er eigenlijk al klaar voor? Voor Rocky-films? Nee, want ik zie je de hele tijd al zo zenuwachtig met je. Je moet zo meteen live, hè? Help me even. Live? Ja. Voetbalspraak. Ja, zie je, de Skoula. Ja, heerlijk. Moeten we nog even, dat je even je momentje hebt en zo? Misschien heb je tips voor Simon. Waar heb je het over? Hij moet live een EK-vraag spreken, op camera. Ik presenteer eigenlijk het beste wat je kan vinden op internet om echt iets te leren voor kinderen in groep 4 tot en met groep 8. Blijf jezelf. Blijf jezelf. Blijf mezelf. Ja. Voor jou moeilijk, snap ik. Ja. Maar zullen we gewoon die Skoula-vraag stellen? Want je weet wat Skoula is, of niet? Nee, sorry. Nee, het is heel leuk ontstaan. Zij waren sponsor in de vrijdagmiddagbol. En toen zei Simon, maar dit vind ik echt heel leuk. Dit vind ik echt heel leuk. En toen, Simon, neem maar niet Prins Bernhard Niel. Wie is die Duitser? En toen hoorde ze Simon Tjomma. En nu gaat hij met Skoula Duitsland veroveren. Ja, leuk, man. Het is voor kinderen tussen 4 en 12. Oh, ja. En thuis nog extra dingen leren. Ja. Je hebt er 2 in die categorie, tussen de 4 en 12. Eentje nog, maar ik had er natuurlijk, toen ik het voor het eerst leerde kennen, had ik er 3 in die categorie. Ja, en die andere is al profvoetballer, dus je hoeft niet meer te leren, toch? Nee, die moet eerst school en daarna komt de rest. Gewoon dan prof worden. Maar goed, de EK Daily Skoula-vraag van de dag. Pak je camera, Simon. Oh, hier ga ik even goed voor zitten, ik ook. Ja, gaan jullie maar goed zitten, want vandaag komt weer een leuke vraag van Skoula. En zoals gezegd, dat zeg ik van tevoren nu al. Kijk ook op skoula.nl, want daar komen veel meer vragen, want dus veel belangrijker dan alleen deze vraag om echt iets bij te leren. Ook in de zomervakantie voor alle leerlingen groep 8. Of beter gezegd groep 4 tot en met groep 8. Blijf het opzoeken en leer op een makkelijke manier. Want dan krijg je veel meer kennis en dan kan je dat ook gebruiken op school. Volgende vraag voor deze EK Daily. Is in 1992 won Denemarken als vervanger van Joegoslavië het EK. Maar wie stond er nog meer? Welk land stond er nog meer stand-by om als reserve in te kunnen springen. Als je het weet, stuur het op.
via de socials. En vergeet niet, nogmaals een keer, niet alleen om reclame te maken, maar vooral voor de kinderen en ouders ook even checken op schoolab.nl. Ik ben echt onder indruk. Ja, ik voel die hete adem al in je nek. Niet normaal. Sorry, ik moet in de microfoon. Niet normaal. Binnenkort, ik maak een grapje met de autocue, maar dat was natuurlijk niet zo. Nee. Maar echt goed. Binnenkort, als jij met hem langs het veld staat, dan zegt hij, ik doe het wel. Ja, ik... Live met de studio, oh, doe ik wel. Laat me. Ja. Hallo, ik ben Simon. Ja, ik vind het wel word goed. Word jij gewoon de nieuwe Gary Lineker, Simon? Die vind ik trouwens niet verkeerd, moet ik eerlijk zeggen. Gary Lineker vind ik echt goed. We hebben hem net een 2-jarig contractvoorstel gedaan. En nu zeg jij nu de Gary Lineker. We waren bijna financieel uit. Ja. Nou, dan en vind ik marktwaarde verhogen. Morgen weer Mino aan de lijn. Komt ja, daarop terugkomen. Gary Lineker vond ik echt... hij maakt wel indruk in de show. Maar hij maakt het ook op een leuke manier. Ja, Gary Lineker is... Ja, maar het is een beetje hetzelfde als met Ronaldo en Messi, weet je wel. Ja, dat is gewoon by far de beste sportpresentator ter wereld. Wat ik wel echt heel mooi vind, dat hij nu afstand heeft gedaan van die Champions League pot, hè. Omdat hij met zijn zoon, met Leicester, door Europa wil... Ja, is dat echt waar? Dat is echt waar. Ja, nee, ik weet dat hij dat heeft gezegd. Maar had hij niet gewoon ruzie met BT of zo? Hij heeft wel echt afstand genomen van die Super League toen. Dat vond ik wel tof. Ja, of ben ik niet serieus? Ben je nou weer zuur? Ja, sorry. Zure man. Je bent een kritische journalist. Goed, we hebben te weinig van hier. Wij zijn romantisch. Wij zijn zo romantisch. Even iets anders. We mogen natuurlijk geen reclame maken, maar onze shirts. Dan ken je dit programma niet. Jij mag werkelijk waar voor alles reclame maken. Iedereen die een tientje nog een nieuwe badkamer. Je mag hier dansen op tafel. Overal hoor. Nee, dit is van Kip. Ja, dit is van Kip. Dit is een fantastische shirt. Kip Menswerk. QIP. Zit er fantastisch. Menswerp.com. Ja, wat? Dagelijks. Nee, je hebt gelijk al. Van een prima. Ademt goed. Dus oh, no, voelt goed. Ja, voelt goed. Proberen. Opzoeken. Goed. Ja, reclame. Wij hoeven ook nooit naar de reclame te gaan. Nee, dat is lekker. Heerlijk. Spelers komen langzaam het veld op. Laten we nog even snel even de voorspellingen erbij pakken voor de wedstrijd der wedstrijden. Tot nu toe in ieder geval. Ah, Simon, toch voor Duitsland. Oh, die heeft een kijk op. Ja, ik ben toch voor Duitsland gegaan. Natuurlijk onderschat ik Frankrijk absoluut niet. Alleen, vooral denk ik dat Duitsland in staat is om hoog druk te zetten op Frankrijk. Ballen te veroveren, want dat is de enige zwakte die ik bij Frankrijk zie, moet ik eerlijk zien. Zijn ook in het centrum achterin. Natuurlijk ben ik fan van Kimpembe, ook van Varane. Maar als je zonder druk zet, kun je daar nog af en toe nog wat foutjes uitlokken. En daar gok ik op. En dat krijgt ze voor elkaar vanavond. Chapeau. Als Duitsland erin slaagt om Kanté onschadelijk te maken, dan kan dat zo zijn. Ik denk dat het 1-1 wordt. Okay. En als ze hem niet onschadelijk kunnen maken, wordt het 4-1? Nee, ik denk niet dat Frankrijk dusdanig gas gaat geven. Dat is ook een echte toernooiploeg geworden, hè. Die hebben in 2018 ook geen moment echt volledig naar hun mogelijkheden gespeeld. Heel zuinigjes eigenlijk. Wat je een hele negatieve wanklank kan geven, maar gewoon heel goed en degelijk. Dus ik zet in op 1-1. Milan? Ik heb 1-2 Duitsland, omdat ik onder de indruk was van Simons EK-vraag. Ja, dat zeker. En omdat ik denk echt dat Duitsland de pressingmachine gaat worden. Die echt als een gek Frankrijk gaan afjagen als ze de bal verliezen. En ik denk dat met Müller erbij. Ik vond Hummelsteen goed. Ze hebben zo aanvallende kwaliteiten. Ik denk dat ze echt als een gek, als een vlieger erop op gaan springen. En veel gaat opleveren. Als jij klaar bent, heb ik echt een schitterend nieuwtje voor je. Ja, ik maar denk echt, ook. Echt iets. Ja, Louis van Gaal. Maar jij mag het zo pakken. Eerst wil ik zeggen, want er zaten mensen in de chat zeggen, leuk dat Simon over ons kleden. Van die shirtjes die hier achter hangen, het zijn natuurlijk waanzinnige shirtjes. Van wie is het? Waar kan je het krijgen? Specialvoetbalshirts.com. We kennen hem allemaal. Martijn van Zijtveld, zijn winkel. Die heeft deze shirts hier ons aangeboden. Die man die haalt gewoon echt mijn zakgeld, gaat elke keer gewoon blind naar hem. Het is toch fantastisch dat we dit nu in Nederland hebben? Ik heb 5-6 shirts bij hem gehaald, man. Die heb ik. Jij hebt hem al? Okay. Nee, maar met de Brexit, met al die winkels die in Engeland zijn. Ik spreek Martijn vaker dan mijn eigen vader op het moment, maar... Dat is wel jammer. Dat is wel jammer, ja. Inderdaad. Goed, breaking news voordat we naar de wedstrijd gaan, want dit is waanzinnig nieuws. Vertel maar. Ja, ik wist het al een dag, omdat het, ik had het vanuit Telstar gehoord via Leo Driessen. Louis van Gaal wordt trainer van Telstar. Jawel. Nee. Ja. Voor 1 wedstrijd. Briljant. Oh. Hij gaat naar een officiële keukenkampioenwedstrijd gaat hij trainen. En dan kan je plaatsnemen op de bank naast hem. Is voor het goede doel, voor de Stichting Spieren voor Spieren. En even denken, Stichting Durf te Dromen. Ja, ik vind het zo mooi. Ja.
Welke wedstrijd is al bekend? Dat is nog niet bekend. Maar ze gaan ongetwijfeld een mooie wedstrijd uitkiezen, Telstar kennende. Nou, ik vind Andries Jonker... Daar moeten we bij zijn. Andries Jonker is... Hij komt hier ook nog weer langs tijdens dit EK. Dat is zo'n liefhebber en die heeft het dan altijd over Louis. Nou, dan heeft waarschijnlijk iemand van Telstar tegen hem gezegd... Kunnen we dit doen? Die belt Louis. Dan zegt hij, nou prima. Ja. Het goede doel doe ik alles. Dat is echt een spieren doet Louis. Maar ik zou er echt serieus wel het geld voor willen hebben... om een wedstrijdvoorbereiding en een wedstrijd van Gaal mee te maken als coach. Ja. Ik heb er geld voor gekregen. Hey Lars, wanneer is die wedstrijd? Want het is echt een officiële wedstrijd, hè? Nee, ze moeten er nog het wordt er één van de 38. Dus nee, want één van Lars gaat met dat busje, dat is van Vakkraars. En die hebben Spieren voor Spieren ook als sponsor. Maar kijk, wat ik denk waarom ze het nog niet hebben gezegd. Ze willen natuurlijk een vol stadion. En wie weet mag dat begin van de competitie dus nog niet. Dus je mocht het nog helemaal niet zeggen? Jawel, het is officieel bekend geworden vandaag. Maar goed. Ja. We gaan ons opmaken voor toch wel een krakertje van je welste. Milan, dankjewel. Graag gedaan. Jean-Paul, dankjewel. Simon, dankjewel. Ik hoop dat het geen roet in het eten gaat gooien door je fantastische aankondiging over onze contractonderhandelingen. Aangezien nu Milan tegen jou heeft gezegd dat je de nieuwe Gary Lineker kan worden. We kunnen Milan toch erbij halen? Goed. Hey. Zit je vanuit ESPN te kijken? U krijgt nog een brief. Veel plezier zometeen bij de wedstrijd. Morgen zijn wij er gewoon weer tussen 8 en 9 en de hele dag met diverse live shows, podcasts en alles. Gewoon #EKDaily overal te vinden. Graag tot morgen.